I did not know how to cross the waters of the river, so I kept roaming, bloody growing, never thinking never. Art is below the other side, don't have any idea. I hear the wind and watch the clouds, the better side of the reef. I did not know what was meant to be the human destination, but if I go inside and look around within my inspiration, the present rubbish that I'm sure can't be divine idea. So I feel the rain and watch the clouds to get a side of the real. Gegroet, mensenwezens op deze aarde, deze twijg aan deze tak van deze boom, deze levensbom. De bomen die u daar ziet, zijn de weergave in onze ruimte-tijddimensie van de bomen in de ruimste zin. Ze zijn dus een virtuele mini-reproductie van de miljarden en miljarden levensbomen in het multiversum, doorheen alle dimensies. Onze soort, wij mensen dus, bevindt zich geenszins in het centrum, veeleer aan de onderste, de uiterste, en de donkerste rand. Wat echter geenszins betekent dat we als mensen onbelangrijke schepsels zouden zijn. Integendeel. Ons avontuur is echt niet banaal, maar waarschijnlijk doorslaggevend voor het grote plan. En het ziet er naar uit dat we aan de ontknoping toe zijn.
Druk ze uit, dat hoort van je, die vastgeroest idee. Dat je langskwam als een zegen, want het zat je echt niet mee. Telkens weer jouw hand ging open en was het om een gunst te kopen. Kom bij ons, niet dat we iets gaan doen, want die klacht lijkt ons net iets te groen. We nemen niet jouw hand, laat ons gerust, we zijn zelf te nonchalant. Doch die hele diepe pijn, dat hartsvenijn, dat krijgen wij wel klein. Niets meer aan je heeft. Als je eenmaal zit verscholen aan de rand, malle molen, kom bij ons. Niet dat we iets gaan doen, want die klacht lijkt ons net iets te groen. We nemen niet jouw hand, laat ons gerust, wij zijn zelf nonchalant. Doch die hele diepe pijn, het hartsverlijn, dat krijgen wij wel klein.